KU. Michael van Praag zit op de tribune bij Eindhoven. En dit zijn de meegereisde supporters uit Sittard met dit spandoek. Van Praag, niet zo lang geleden dacht hij dat Fortuna Sittard al was opgeheven. Nu heeft de KNVB 6 punten in mindering gebracht bij de Limburgers. Van Praag, voor alle duidelijkheid, is bondsvoorzitter. Eindhoven speelt 5 finales om nog deel te nemen aan de play-offs. En dit is Lieder. En dit is 1-0. 13e goal alweer van dit seizoen. Hij is er blij mee, zoals heel Eindhoven blij is. Goed doorgegaan door Canapil en prima afgerond door die puntspeler van de Brabanders. Op weg dus naar de play-offs, maar dan moeten ze eigenlijk alles wel winnen. Hier een goede redding van Santos op de inzet van Horsten. Fortuna won vorige week makkelijk. 4-1 van Helmond Sport liet bij tijd en wijle prima voetbal zien. En dit is de afmaker in Limburgse dienst, hier Swinkels. Die een antwoord heeft op de inzet van Dianessi. Jonge Fransman. Bassan. En de gelijkmaker. Hij komt bij tijd en wijle mee naar voren, die Bulgaar Hadjev. En dan is hij gevaarlijk. Dat weten ze bij Eindhoven ook. En toch, dat bewijzen deze beelden, laten ze hem helemaal vrij. Keurig afgemaakt. En Fortuna langs zij. Het is een fase waarin Fortuna ook het betere van het spel heeft. Swinkels moet weer naar de hoek. De man die via Toulouse in Sittard belandde, Dianessi. En zich prima voelt onder Sunday Olisee. Zij ook. Want onder die uitspeler van Ajax is Fortuna wel beter gaan spelen. En speelt het ook met vertrouwen. Eindhoven niet. Is wat onzorgvuldiger. En hier scheelt het niet veel. Die inzet van Bassan. Huurling van Galatasaray. En hij heeft de pest in. Vorige week al gelijk gespeeld tegen Dordrecht. Dat was duur puntverlies. En nu gaat het weer niet crescendo voor Eindhoven. Want ook na rust. Hier de kans voor Fortuna Sittard, voor Vin Stokkers. Een aanvaller die overkwam van Sparta. Stuit hier op een overmacht van Eindhoven verdedigers. Het is een fase waarin het elftal van Monić het weer oppikt en Lieder. Het is Vloed. Lieder liep er wat in de buurt, maar Vloed, die toch ook belangrijke doelpunten maakte vorige week ook tegen Dordrecht, komt hier net niet aan. Hier weer Vloed. En daar Lieder. Ja, en als hij op die plaats staat, gaat het dus wel goed. Een echte spitse goal. Mooie goal op aangeven van Maxime Gunst. Die daar die bal voor het rechterbeen krijgt. En dit is een mooie goal naar de eerste paal gekomen en getoucheerd. En dan is Monić toch tevreden. Want zijn ploeg op voorsprong. En het zijn 5 finales. Op weg dus naar de play-offs. En het had nog mooier kunnen zijn. Maar Rai Vloed, het is niet zijn avond. Bassan. Kopballetje, meer is het niet. Van Ars ingevallen bij Fortuna Sittard. Geen basisspeler, vorig jaar topscorer van NAC. Sittard komt hier wat minder aan bod. En de 3-1. Het is een wonderlijke goal. Hij komt van de invaller Swinne. Die nu ongetwijfeld tegen zijn ploeggenoten zegt, ja, dit had ik zo bedacht. Ja, dank je de koekoek, kijk eens. Hij wil een voorzet geven, maar heeft dan alle geluk van de wereld. En dan is de voorsprong comfortabel. En voelt hij zich dat niet, Miguel Santos. Pijn zal er niet zijn voor Fortuna. Het was tenslotte al klaar met deze competitie. En hier nog een vlammend schot. Weer Ars, die zich in elk geval laat gelden als invaller bij Fortuna. Hoek van Olisee dringt nog wel aan. Kans voor Hadjev. Bijna zijn tweede goal, maar Swinkels zegt tot hier en niet verder. En daarmee eindigt Eindhoven. Fortuna Sittard in 3-1. Net als de afgelopen 3 jaar.